Jongwang Fusranang, Suriname gaat op 25 mei 2020 naar de stembus. En wij als jeugdvertegenwoordigers voelen ons verplicht om de jongeren van Suriname te informeren over de wijze hoe er gestemd moet worden op 25 mei 2020. Op de dag van de verkiezing kun je je legitimeren met een ID-kaart of een geldig rijbewijs of een geldig paspoort. En niet te vergeten je oproepingskaart. Met deze documenten kun je je aanmelden bij de stembureauvoorzitter en die gaat na als je voorkomt op de kiezerslijst. Kom jij voor, dan worden de namen opgeroepen door de voorzitter. Vervolgens worden de handen gecheckt voor verkiezingsinkt. Hier heb ik 10 schone vingers die niet gekleurd zijn met verkiezingsinkt. Na deze controle van de stembureauvoorzitter ontvang ik van die 2 stembiljetten. Let erop dat deze gestempeld zijn en voorzien zijn van een handtekening van de stembureauvoorzitter. Je ontvangt namelijk een blauw stembiljet waarop de DNA-kandidaten voorkomen en een witte van de RR-leden, meer bekend als de resortsrasleden. Op het blauwe mag u 1 vakje rood kleuren naar keus. Als u meer kleurt, wordt het stembiljet ongeldig. Op het witte stembiljet mag u net zoveel vakjes rood kleuren als er zetels zijn in het resort. Het aantal zetels in het resort is vermeld aan de bovenkant van het stembiljet. Als er bijvoorbeeld 6 zetels in uw resort zijn, dan mag u van 1 politieke partij alle 6 kandidaten rood kleuren. Dat wordt disciplinair stemmen genoemd. Of u kunt van verschillende partijen 6 of minder vakjes rood kleuren. Let wel, u mag niet meer kleuren dan er zetels zijn in het resort. Als u in dit geval 7 kleurt, dan is het ongeldig. Maar u mag wel minder kleuren, dus 1 tot en met 6 vakjes. Als u niets kleurt, dan is het biljet ook ongeldig. Dit geldt ook voor het blauwe stembiljet. Als u niets kleurt, dan is het blanco, dus ongeldig. En nu is het tijd om te stemmen. En dat gebeurt in het stemhokje. In het stemhokje aangekomen vind ik een rood potlood. En het potlood gebruik ik om de stemkeus aan te geven. Ben ik klaar daarmee, vouw ik de stembiljetten precies zo op zoals ik die gekregen heb van de stembureauvoorzitter. Vervolgens loop ik dan naar de stembus. Alvorens ik de stembiljetten in de daarvoor bestemde stembussen doe, toon ik de geparafeerde zijde aan de voorzitter. Daarna doe ik de stembiljetten in de daarvoor bestemde stembussen. Weet je nog? DNA blauw, RR wit. Het is verboden om foto's te maken, dus geen stempie. Indien je deze toch maakt, dan worden de stembiljetten ongeldig verklaard. Verder is het ook strafbaar om weg te lopen met de stembiljetten. Op de dag van de verkiezing dien je alle rust het stembureau te betreden. Dat wil zeggen dat je de orde niet mag verstoren. Heb je een fout gemaakt op 1 of beide stembiljetten, krijg je 1 keer de gelegenheid om nieuwe aan te vragen. Nadat deze eerder verstrekte stembiljetten terug zijn genomen door het stembureau. Jeugdparlement, SDG's, CYA, Sranamang, Yongwang, Makanga Wego Stem!